Yo, Ashley Fragrance hier en super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Fragrance Review. Zo mensen, het is alweer even geleden en ja, hier ben ik weer met een Fragrance Review. Ik heb gisteren een nieuwe fragrance moest halen in de winkel en oh my god, ik ben zo excited om deze te reviewen. Hell yeah, ik ben hier zo klaar voor. Mensen, dit is de nieuwste van Jean-Paul Gaultier. Le Beau Paradise. Check this out. Ik bedoel... Hey, de flesje... De packaging is clean. Het is deftig. Het is heel tropisch. Ik zie Chinese draken. Ik zie een springkaan. Ja. Een vlinder. En het flesje van de parfum zelf staat hier vanachter ook op. Ik weet niet of dat je het kan zien, maar... Hier zo staat het op. Jees. Mensen, ik ben zo excited om deze te unboxen. En te testen met jullie sowieso. Ja, eigenlijk. Stiekem heb ik deze al getest in de winkel. Maar zo in een vluggertje. Ik was er nog niet echt helemaal van overtuigd van. Maar ik had een review gezien op YouTube. Van een mede-fragrance reviewer. En die was zo excited dat hij mij excited heeft gemaakt. En heeft aangespoord om deze aan te kopen. Yes. Oké, mensen, ik ben echt benieuwd. Dus laten we deze open doen. Yes. Het is eigenlijk niet zo important dat jullie de unboxing zien. Want ja, we weten zoals allemaal, onder de fragrance fanaten hier zo, hoe dat eruit ziet. Hè. De packaging van Jean-Paul Gaultier. Wow. Het flesje ziet er heel doorzichtig uit. Je kunt er alles doorzien. En wat een blokkerige lichaam is dat. Het is de eerste keer dat ik een Le Beau parfum heb van Jean-Paul Gaultier. Die lijn, dit is de eerste keer dat ik zo eentje wou kopen. Deze sprak me aan. Deze sprak me aan sowieso. Oké, ja, dit kennen we allemaal van Jean-Paul Gaultier. Van de Le Male Elixir, de Le Male Le Parfum, de gewone Le Male, de Ultramale. Zit normaal in dezelfde packaging, maar ik vind deze toch wel het meest kleurrijke en het mooiste sowieso. Dit is mijn genre, het groene vibe. Het wijzen aan het flesje is gewoon... Die zijn bedekt door deze blaadje en ik vind dat gewoon max, hè. Het flesje is clean. Het is... It looks like me. Nee, maar ik vind het de max. Dit is gewoon aangelijmd. Flesje. Nou ja, we weten... Oh nee, dat is zo kut. Ik vind dat ze dit moeten veranderen. Ik weet het, dat is een signature cap, zeg maar. De fragrance stopper, zeg maar. Dit hier. I hate this one. Echt, I hate it. Alsjeblieft, Jean-Paul Gaultier, verander dit. Je gaat waarschijnlijk geen Nederlands verstaan, maar het boeit me niet eens. Dus nooit zat ik 2 seconden hier ondertitelingen. In het Frans en in het Engels. Maar dit... Stop hiermee. Please don't do this again. S'il te plaît, ne fais plus ça. Verander dit AIB. Verander naar een magnetic cap. Zoveel beter. Maar de bottle is clean en de juices. It looks good. It's green. It's green. De presentatie mag mooi zijn, maar het is de juices. Het is een parfum dat telt. Dat moet perfect zijn. Dit is een eau de parfum concentraat, dus normaal gezien zou deze echt wel top moeten zijn. Ja, gaan we eerst en vooral kijken naar de atomizer, hoe dat deze is. Dus eerst en vooral gaan we deze testen. Ja, oké. Okay. Oh, de vuur alleen. Damn! Hoezo is dit lekker? I'm speechless right now, dit is so insane. Oh, die geur, oh, de max. Nee, mensen, fuck deze review 2 seconden even. Ga naar een parfumerie, ga daar naartoe of ga online. Koop deze, een blind buy. Voor de guys onder ons, doe het. Het is een aanrader, doe het gewoon, dit is gewoon insane. Dit is echt oprecht de beste Le Beau, echt van de lijn Le Beau. Prachtig, dit is de... I'm speechless, ik raak niet eens uit mijn woorden. Zoals u hoort, dus het gaat geen deftige uitleg zijn dat jullie gaan krijgen. Mijn excuses. Ik heb al gekeken wat er in zit op Fragrantica.nl. Iedereen kent deze website. You know it. If you get the fragrance, you look it up, wat erin is. Jeez.
Dat dus. English on fleek, hè. English people, if you are watching, you understand me. Yes. Eerst en vooral, in de opening, wat dat ik ruik. Ik ga nog niet de notes opnoemen. Wat dat ik ruik is munt, kokosnoot, een woody, een houtsoort. Ik weet niet, een houtnoot dat ik ruik. Wat dat exact is, weet ik niet. I'm sorry, guys. But, yes. Oh. Gember. Ik ging bijna ananas zeggen, maar dat kan niet. Ik denk dat dat gewoon die kokosnoot is. Dat krijg ik die kokosnoot met die munt, gember. En zo'n heel aquatisch, zo de zee, maar zo die breeze, de wind dat hij ruikt. En de zee dat hij ruikt, zo in de wind. Die, oh ja. Een soort zoutige vibe of zo, waterig, zoutige vibe. Maar de munt, gember, kokosnoot en sandalwood zijn de notes die het meest naar voren komen. Oh shit. Jeez. Ik zat zo diep in mezelf dat ik gewoon niet kon kijken naar jullie. Ik kon niet kijken naar de lens. Het lukte mij niet. Ik kon niet kijken naar jullie. Dat ging niet. Ik was in paradise. Oké, dit is echt on point. Oké. We gaan kijken op Frank Granatica wat dat er hierin zit. Oké, in de topnoten zit er waterachtige noten, mint, groene noten. En daarmee bedoelen ze zo de earthiness, de earthy vibe, de natuur. En dat ruikt je ook wel. En als je naar de natuur gaat, zo gras, water, zo water dat er op gras zit. Je gaat in de ochtend naar buiten, die breeze dat je meekrijgt, zo, het is een beetje fris, kil, snap je? En je ruikt gras. Gember. Ik was nog bij de topnotes, hè. In de midnotes zit er coconut, dus kokosnoot, vijg en zout. In de basisnotes zit er sandalwood en tonkaboon. Mensen, dit is gewoon... Sowieso gaat dit een complimentkader zijn. Dit is gewoon perfect voor in de zomer, lente. Deze kun je ook nog echt in de herfst dragen. Winter is een moeilijke. Maar ik denk dat je deze ook wel kunt poelen in de winter. Dit is gewoon een versatile fragrance. Deze kun je gewoon... Het is een allrounder, je kunt deze hele jaar doordragen. Ik zelf geef deze sowieso zonder twijfel 9 op 10. 9 op 10 mensen. Dit is echt gewoon de max. De flesje is prachtig. De juice ziet er cool uit. Heel groenig, heel natuurig. Wat het ook hoort te zijn. Jees. En ja, de packaging. Ik vind dat max. Ik vind die kleuren, die draak, die vlinder, krekel. Ik weet niet wat er allemaal op zit, maar ik vind dat de max. Jees. Top, dit is echt een aanrader. Boys, als je deze wilt, ga deze gaan halen. Het is sowieso een complimentgetter. Heb ik er al een compliment op gehad? Nee, want mensen hebben de ballen er niet voor om je te complimenteren op een fragrance, op een parfum. Als je goed ruikt, ze gaan dat niet zeggen. Weet je wat ze gaan doen? Ze gaan ergens binnenkomen en je weet dat je echt, je ruikt goed. En je ruikt echt sterk. Mensen gaan binnenkomen, oh, dat ruikt hier goed. In plaats van ze weten dat hij het zijn, maar ze gaan je niet complimenteren. Ik wil zo'n balls, joh. Oprecht, complimenteer mij. Als ik passeer en ik ruik, complimenteer mij. Dat geldt ook voor de anderen. Elkaar complimenteren, dat doe goed. Ja. Het is een soort van reassurance. Confirmation van... Oh, you are good. You are slaying. Nee, hier ga je echt wel mee opvallen. De eerste 2 uur vind ik wel dat dat echt zo makkelijk... radius, zeg maar, 2 meter verspreidt. De... projectie ervan, zeker 2 meter ver, lang 2 uur ongeveer, 2,5 uur, max 3 uur. Dan begint hij heel rustig aan te vervagen, maar hij blijft wel een hele dag hangen. Hè? Op je kleren, op je huid, hij blijft een hele dag en je ruikt hem. Hè? Maar ik denk de projectie ervan dat hij echt wel drastisch vermindert naar een meter. Meter en een half, ik vind dat toch wel drastisch als het al een half meter minder is. Maar... je ruikt het en je wordt nog altijd opgemerkt, sowieso. Dus zeker als je passeert en in die air, zeg maar, je wordt gemerkt. En complimenten gaat je sowieso krijgen. De packaging is fucking fire. De juices, I'm in love. Sowieso, go get it. Go get it, twijfel niet. Het heeft wel een redelijke prijskaartje, maar dat is omdat dat een nieuwe fragrance is. Jullie verdienen echt wel eens om jullie zelf in de wat te leggen. En jullie verdienen om goed te ruiken. Maar nog een tip dat ik jullie kan geven.
Douche je goed, was je kleren goed, goede product en deodorant gebruiken de mensen. Sowieso een goede mondhygiëne en dan een goede fragrance. En je zegt op weg. Mensen, ik wil jullie bedanken om te kijken naar deze video. Bedankt om te kijken naar deze fragrance review. Ik ben blij dat ik deze mocht doen. Deze is niet gesponsord geweest. Mensen, twijfel niet, go get it. Hebben jullie tot hier gekeken? Vergeet dan zeker niet dat duimpje in de lucht te doen. Hieronder heb je een balkje waar dat erop staat abonneren. Oei, staat er nog op abonneren? Klik daarop zodat je geabonneerd bent en bij de Ashley Squad hoort sowieso. Daarnaast heb je een notificatiebelletje. Klik daar ook zeker even op. Als je geen video's of vlogs wilt missen van mij, of teen of tander of gelijk wat, je wilt niks missen van mij, because I'm fucking cool. En I make very great content. Yes. Zeker klikken, zodat je niks mist, hè. En als je een melding krijgt, ga gewoon kijken naar mijn video. Ga gewoon kijken. Het is een verplichting. Het is een vrije wereld, maar jij bent verplicht. Ik heb tegen jou. Nee, mensen, bedankt. Later. Ciao.